Volgende debutant, niet de minste, Dirk van der Vecht. Zelfde programma, dus ik moet je op zich vergelijken. En toevallig ook hetzelfde vliegtuig, ook een Egyptische, dezelfde beschildering. Dirk heeft geen coach nodig, kent het programma inmiddels wel uit zijn hoofd. Klimt even het vliegtuig af. Die is bijna klaar. En u ziet het verschil tussen Airbus vliegtuigen en precisievliegtuigen. Dat is vooral de snelheid. Spoilers overal aangeplakt. Om die snelheid zo rond de 20, 25 km per uur te houden. Wanneer dat ding uit de lek valt. Met 22 km per uur maar. Ja. Rug op nummer 5. Oh, dat even een kleine pauze. Ja.